een geweldige dag, of een geweldige avond eigenlijk. Een onderscheiding, en dan wel een koninklijke onderscheiding. Hoe voelt dat als je een bedrijf hebt wat 125 jaar bestaat? Ja, dit is dan echt de grote kroon op ons werk. In de etalage hebben we allemaal al kronen staan. Nou echt, maar ik was niet te geloven dat dat dan ook toegekend wordt. Dus want het was natuurlijk al een kroon op ons werk, 125 jaar dat je bestaat. En allerlei crisissen en oorlogen en pandemieën, alles meemaakt en het overleeft. Ja, en dan word je koninklijk onderscheiden en doe nog wel Willem-Alexander. Ja, dan ben ik zo trots als een pauw. Ik kan me voorstellen dat je dan dat het eigenlijk eerst onwerkelijk is. Want wanneer gebeurt zoiets? Nou, het is echt een uniek iets, want je moet aan heel veel eisen voldoen. Hele ruime tijd zijn we er dus al mee bezig, want je bedrijf wordt helemaal doorgelicht. En ja, alles moet kloppen. En dan gaat het van de gemeente naar ministeries, van de ministeries op ministeries naar het Koninklijk Huis. Ik heb dus een brief moeten schrijven naar Willem-Alexander. Ja, dat doe je dus ook niet elke dag. Nee, dus wat schrijf je aan een koning? Dus ik dacht, ik blijf bij mezelf. De nuchterheid die ik heb meegekregen van mijn voorouders, van mijn ouders, van de grondlegger. Ik denk, ik blijf bij mezelf. Want ja, waarom besta je 125 jaar? Omdat klanten dat waarschijnlijk dan toch waarderen. Dat je er steeds bent. Ze weten je te vinden. Dus ja, weet je, het gevoel, dat is onbeschrijfelijk mooi. En ja, ik ben zo trots als een pauw. Maar niemand kan achter de zorgen kijken die je natuurlijk ook hebt. Want laten we eerlijk zijn, in deze tijd een bedrijf runnen, dat is natuurlijk niet niks. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, ik heb zelf ben natuurlijk altijd van vooruitdenken. Want als ondernemer moet je altijd vooruitkijken. Je moet ondernemen omdat je dingen zeg maar wil bereiken. Dus dan dat heb je geleerd. Maar op een gegeven moment krijg je dus zeg maar bijvoorbeeld met een pandemie krijg je te maken waar je nog nooit hebt meegemaakt. Nee. En hoe moet je dan ondernemen? Nou ja, en toen heb ik ook gedacht van oké, rustig blijven. Het komt wel weer goed. Want de zaak heeft al zoveel doorstaan. Hier komen we ook doorheen. Moed houden, bij jezelf blijven en natuurlijk ook nog weer vechten. Vechten op dat moment voor elke euro die binnenkomt. En ja, mensen, zeg maar, anders benaderen. Verkopen op afstand. Ja, dat was er al wel. Maar dat moest toen nog steeds meer. Dus ja, het was echt, ook dan leer je ondernemen ook hoe je het anders moet doen. In moeilijke tijd. Ja, en alleen flexibel zijn. Schakelen. En natuurlijk niet je gek laten maken. Gewoon bij jezelf. Ook dat weer bij jezelf blijven. Dat geef ik ook aan die kinderen mee. Blijf bij jezelf. Ja. Want dan komt de wereld wel. Nou, ik vind dat jullie het heel mooi gedaan hebben. En dat kun je ook wel zien aan de gasten die hier allemaal binnen zijn. Ja, fantastisch. Wie dat dan ook is, dan denk je van, ze komen toch voor jullie. Ja, en dat is toch ook echt een kroon op je werk. Nou, dat echt. Je zoveel mooie klandizie hebt en die dan jullie daarmee komen feliciteren. Ja, dat is ook echt. Ik word gewoon verlegen van me. Hè? En dan denk ik van, komen ze toch. Ja, je het meevieren. Maar we hebben het natuurlijk niet alleen gedaan. Hè? We doen het met z'n allen. Want ik had vandaag ook nog een stukje kwam ik tegen. En dat ik ook dankbaar moest zijn van de mensen om me heen. Want daardoor functioneerde. Daardoor kun je dingen voor elkaar krijgen. Omdat je liefde voelt. En omdat je ook er mag zijn. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. En nu de toekomst, hè? Ja, ja. Kijk je daar ook naar uit? Dat je zegt van, we zijn op de goede weg en we gaan zo door? Ja, want het online en offline ondernemen is natuurlijk nu toch wel een belangrijk gegeven. Maar wij horen steeds meer dat ze toch weer heel graag in die fysieke winkel willen winkelen. Dat mensen toch weer contact willen hebben. Mensen willen voelen, mensen willen het product zien. Die willen gewoon ook mensen ontmoeten. Want een winkel is ontmoeten. En door de afstand van de internet hebben mensen daar toch, merken wij, behoefte aan. Dus onze winkel, daar zie ik gewoon weer echt heel veel mogelijkheden mee. Om daarin je te profileren.
Nou, ik hoop in ieder geval voor de toekomst dat het alles wat je nog wenst, dat het uitkomt. In ieder geval van onze kant uit, hartelijk gefeliciteerd. Ja, ontzettend bedankt. Graag gedaan.